Zaterdag wordt er op Nienoord en op een aantal Groninger borgen een midzomernachtfeest gevierd. En daarom kijk ik vandaag eens eventjes naar wat Nienoord te maken heeft met een bepaald pand in de stad en met Johan Emilius Abraham van Panhuis. Deze toegangspoort is het enige dat over is van het oude Nienoord. Dat werd in 1524 gesticht door Wigbold van Ewsum. En hij noemde het naar het oude familieslot bij Middelstum. Dat heette Oort, later Oldenoord. Dus dit was het nieuwe Nienoord. Deze poort is uit 1708, gemaakt door de Duitse beeldhouwer Bieleveld. Dat er van de rest niks overbleef, dat kwam doordat er in 1846 een brand was. Voordat de boel hier afbrandde, was er van Nienoord al niet zoveel meer over. Dat kwam omdat de toenmalige eigenaar, Ferdinand Volef van In- en Kniphausen, de boel aan het afbreken was. Dat was een beetje een tragische figuur. Hij woonde na de brand in de stad Groningen en daar bleef hij tot zijn dood in 1884. En toen ging Nienoord over, of wat er van over was van Nienoord, over op de zoon van zijn zus, Johan Emilius Abraham van Panhuis. Hij werd op 17 oktober 1836 op Nienoord geboren. De jonkheer verhuisde na zijn studie naar Friesland, waar zijn echtgenote vandaan kwam en waar hij schoolopziener werd en daarna burgemeester van Tietjerkstradeel. Op 15 oktober 1880 werd Van Panhuis burgemeester van Groningen. Hij volgde Berend van Rooyen op. Die was net herbenoemd als burgemeester, maar toen nam hij ontslag, want hij gaf er de voorkeur aan om notaris te worden. Van Panhuis verhuisde met zijn vrouw en zijn drie dochters en zoon naar de stad. Naar een huis in de Oosterstraat. Maar eigenlijk beviel het niet zo goed, want de familie van Panhuis had liever iets wat beter bij hun stand paste. Van Panhuis had geluk. In de eerste plaats omdat op dat moment hier aan de zuidkant van de stad de afbraak van de vesting in volle gang was. En net het Herenplein, de singels waren aangelegd met bouwgrond die beschikbaar kwam. En het tweede geluk was dat Van Panhuis getrouwd was met een rijke vrouw. Een jonkvrouw van Sminia uit Friesland. En daar zat geld. Dus dit perceel kon hij kopen samen met een jongere zus van zijn vrouw. Om de bouw te kunnen bekostigen moest de burgemeester nog wel geld lenen van zijn Nienoordse oom Ferdinand Volef van In- en Kniphausen. Nou, en hij koos een architect uit Oldenburg, Gerhard Schnitger. Die had in zijn woonplaats al meer van dit soort Frans aandoende herenhuizen ontworpen. Het rechtergedeelte, nummer 4, werd het woonhuis van schoonzus Clara Maria van Sminia. En hier het linkerdeel, nummer 5, daar ging de burgemeester met zijn gezin zelf wonen. Ik heb hier een tekening van de oorspronkelijke situatie. Als je het vergelijkt met nu, dan valt vooral op dat er allerlei muren zijn verdwenen.
Het is een enorme grote ruimte geworden en dat is vooral gebeurd in de tijd van dat het een filiaal was van de Nederlandse Bank. Dat was van 1923 tot 1991. En nu zit hier Entree, dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met de reïntegratie van mensen in het arbeidsproces. Ja, dan was dit de scheidingsmuur tussen de twee woningen en die zat eigenlijk op deze plek. Dus hier achter mij was het huis van Clara Maria en hier was het huis van de Van Panhuizen. En dit was de salon. Nou, dan heb ik hier ook de eerste verdieping. Ben ik benieuwd hoe de eerste verdieping er nu uitziet. Nou, hier is het ook duidelijk veranderd. Het is nu deze verdieping van Kema Financieel Adviseurs. En hier was dan weer de scheiding. Nou, hier is goed te zien dat de woning van de Van Panhuizen groter was dan de woning van de schoonzus Clara. Ja, hier aan de gang waren allemaal slaapkamers. En ik denk dat dit de slaapkamer van de burgemeester was. Want dit was duidelijk de grootste. Nou, zijn vrouw heeft hier nooit geslapen, want die overleed in april 1882 vlak voordat het huis klaar was. Na een langdurige ziekte. De burgemeester heeft hier zelf ook niet zo lang geslapen, want eind 1882 werd hij gevraagd om commissaris des Konings te worden. En hij ging erop in en dat betekende dat hij moest verhuizen naar de ambtswoning aan de Oude Boteringenstraat. Dat heeft hij wel een tijd uitgesteld, maar oktober 1884 ontkwam hij er niet meer aan en moest hij dit fraaie herenhuis opgeven. Het pand bleef nog wel 10 jaar in de familie. Ongeveer een maand nadat Van Panhuizen het Herenplein had verlaten, overleed zijn oom Ferdinand Folef en erfde hij van hem Nienoord. En toen dacht hij, laat ik daar iets bouwen naar dit model. En dit werd het nieuwe Nienoord. In 1885, 1886 werd het gebouwd. Ja, dat wil zeggen het linkerdeel, het gedeelte met de toren, kwam er later bij. Duidelijk naar het model van het Herenplein. Maar niet gebouwd door Gerhard Snitger, de Oldenburgse architect. Nee, door een Groninger. Dat was niet omdat Van Panhuizen niet tevreden was over die Snitger. Nee, dat kwam waarschijnlijk omdat er in Groningen nogal kritiek was op het werken met buitenlandse architecten. Hij koos voor Jacob Maris, die al bekend was van bouwwerken van W.A. Scholten, zoals het Scholtenhuis op de Grote Markt en de theekoepel aan de Herenweg. En dit was het resultaat. Van Panhuizen kon het betalen, doordat hij vlak na het overlijden van zijn oom Ferdinand Folef hertrouwde met de rijke weduwe Treintje Looksma uit Leeuwarden. Niet om in te wonen, maar om in te vertoeven. Die tekst hier boven de deur is, hoewel dit deurportaal uit de Oude Borg nog afkomstig is en verwerkt is in de nieuwe, dat is een tekst die zeer van toepassing was op Van Panhuizen, want hij gebruikte Nienoord tenslotte als zomerverblijf. Als commissaris woonde hij tenslotte in de Boteringenstraat. En later, toen hij commissaris werd in Overijssel, woonde hij in Zwolle. En als lid van de Raad van State nog in Den Haag. Maar in 1898, toen stopte hij met werken.
wegens zijn zwakke gezondheid, veroorzaakt door voortdurende slapeloosheid. En toen trok hij zich terug op Nienoord. Op 6 november 1907 zag Van Panhuis dit in zijn opdracht gebouwde pand aan het Herenplein voor het laatst. Hij was met zijn vrouw op familiebezoek geweest in Leeuwarden en werd hier in de stad door zijn zoon en schoondochter met de koets afgehaald van het station. Samen gingen ze naar het nieuw gebouwde academische ziekenhuis. En daarna eten bij burgemeester Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer. Om 9 uur waren ze klaar en stapten ze in de koets. Voor op de bok de koetsier en de huisknecht en ze aanvaarden de terugtocht. Om 9 uur gisteravond ging een rijtuig waarin 4 personen gezeten waren, 2 dames en 2 heren, den weg op naar Hoogkerk. Er hing een zware mist en men kon op den weg langs het Hoendiep bijna geen hand voor ogen zien. Gekomen, juist op de grens van Groningen en Hoogkerk, waar de weg een scherpe bocht maakt, stortte plotseling het met 2 paarden bespannen rijtuig van den vrij steile walkant in het Hoendiep. Hier gebeurde het. Het heet nu de Energieweg, maar dit was het Hoendiep. En hier kwam de koets aanrijden. En daar is de bocht waar de koets door de mist het Hoendiep inreed. En Johan Emilius Abraham van Panhuis, zijn vrouw, de zoon en de schoondochter en de huisknecht, alle 5 vonden ze de dood. Alleen de koetsier, Meijer, overleefde het drama. Nou, omdat het volgend jaar 100 jaar geleden is, is men van plan om hier in de buurt ergens een monumentje te plaatsen. En zo kwam er op weg van het Herenplein naar Nienoord een einde aan het leven van de stichter van beide herenhuizen. Maar zaterdag is het feest. Op Nienoord is er dan een groot dansgebeuren in het kader van de midzomernacht. En met een beetje geluk is er ook in het pand aan het Herenplein te kijken. Want dan is er de dag van de architectuur onder het thema verboden terrein. Dus wie weet...